Ik had onlangs een zeer interessante coaching met iemand en het ging over het feit dat die persoon, ik ga nu die persoon, had daar eens met iemand een beetje een probleem. Ik ga nu die persoon hier pakken. En de reden dat hij daar ook veel probleem mee had, was omdat ze vooral naar zijn ego keek. En dat was, hij was een beetje dominant, hij was onvoorspelbaar. En dat maakte die persoon enorm onveilig. Dus wat gebeurde er? Hoe dichter dat die persoon kwam, hoe meer stress dat die kreeg. Aan die persoon kunnen we niets veranderen, aan onze eigen energie wel. En ik heb dus eigenlijk gewoon een keer de vraag gesteld van kijk, kan dat die dominantie misschien voorkomt uit een kwetsbaarheid, uit een onzekerheid? En ik had die persoon er eigenlijk achter gezet. Dus dat is vaak onze bescherming, ons ego. Die persoon is eigenlijk de kwetsbare. En heel veel mensen, zolang dat we kijken op die manier, dan zitten we meer in dat oordeel. Als we dat gaan omdraaien, dan kunnen we soms meer naar de gekwetstheid kijken. En hoe meer dat we naar de gekwetstheid kunnen kijken, hoe meer liefde dat er valt. Hoe meer liefde dat er komt. En wat ook interessant is, is als we dan dat ego kunnen wegplaatsen, dan zien we soms ook dat er gewoon veel meer verbinding mogelijk is, omdat we alle twee op dezelfde hoogte zijn.